In het populaire televisieprogramma Merit at First Sight, MAFS, staan Suzanne en Bastiaan voor een uitdagende periode in hun prille huwelijk. Gedurende de huwelijksreis valt het Bastiaan op dat er een zekere afstand is tussen hen, wat hem aanzet tot een eerlijk gesprek met Suzanne. Bastiaan draagt al dagenlang de onzekerheid met zich mee over wat Suzanne werkelijk denkt over hun relatie. Ondanks zijn wil om het huwelijk niet zomaar op te geven, voelt hij ook de noodzaak om de problemen aan te pakken. Tijdens een diner besluit hij de kwestie aan te snijden, zei het op een voorzichtige wijze. Op fluistertoon polst Bastiaan naar Suzanne's ervaringen tot nu toe in het experiment. Haar antwoord, prima, lijkt oppervlakkig, en Bastiaan geeft toe dat ze niet altijd op één lijn zitten. Hierop wijst hij subtiel op het gebrek aan fysieke connectie, iets wat ook Suzanne beaamt. Ze erkent dat ze op dat vlak tegenpolen zijn, maar houdt hoop dat de seksuele aantrekkingskracht in de toekomst zal groeien. Haar standpunt lijkt gebaseerd op eerdere ervaringen, en ze is vastbesloten niet voor tijdig de handdoek in de ring te gooien. Bastiaan, op zoek naar duidelijkheid, vraagt of Suzanne bereid is het fysieke contact te verkennen. Het antwoord dat hij krijgt, is echter opvallend vaag. Suzanne laat weten dat de deur niet gesloten is, anders had ze dat wel gezegd. Dit impliceert echter niet dat ze openstaat voor intieme momenten met Bastiaan. De spanning tussen hen groeit wanneer Bastiaan aangeeft de deur zelf te sluiten als Suzanne niet meer open communiceert. Suzanne daarentegen is van mening dat het voor niemand voordelig is om volledig open kaart te spelen. Na het eerdere huwelijksfiasco van Anneke en Dirk lijkt ook dit huwelijk geen rooskleurige toekomst tegemoet te gaan. De vraag rijst, zullen Suzanne en Bastiaan erin slagen om de kloof te overbruggen en een gemeenschappelijke basis te vinden? Of zullen zij het lijstje van mislukte mafsmatches vergroten? De spanning stijgt en de toekomst van dit huwelijk blijft voor de kijkers onzeker.